Welkom bij deze aflevering van Koken in een Grot, serie video's waarin ik probeer te demonstreren hoe simpel het is om te koken als een moderne holbewoner. Dat is allemaal ter illustratie van het boek De Holbewonercode. Een simpele gids naar een berengezond leven. En gezond koken hoort daarbij. Ik heb van een vriend twee hertenbiefstukjes gekregen. Die hertenbiefstukjes zijn iets groter dan dat ik ze normaal zou kopen bij de slager. Ik zou normaal twee stukjes van zo'n 80 gram kopen. Dit heb ik gewogen samen 230 gram. Nou, voor een keer is dat allemaal helemaal niet erg. Ik stond al met één been buiten om daar iets van kastanjeachtigs bij te kopen. Ik had iets in mijn hoofd en toen dacht ik, nee, eerst even in de koelkast kijken. Daar vond ik nog wat broccoli, wat ui, rode ui en zoete aardappel. Dus ik ga de biefstuk mengen met een stampot van broccoli en zoete aardappel. Zoete aardappel is een groente. Gaan we niet eten ter vervanging van de gewone aardappel of ter vervanging van rijst. Moderne holbewoners eten geen rijst, eten geen aardappels, eten geen pasta, eten geen aardappels, bonen en granen eigenlijk. Laten we snel beginnen. Ik begin met het snijden van mijn uitje. Ga ik even fruit in deze pan. Dus ik maak een beetje ruimte. Dan denk ik dat ik begin met alvast laten opwarmen van mijn boter. Ik heb hier ongezouten roomboter die ik gebruik. Belangrijk. Die kan alvast in de pan. Twee van die klontjes is voldoende. Die laten we alvast eventjes smelten. Ondertussen snij ik mijn ui. Mijn grote hobby. Ik hoor mijn boter al een beetje pruttelen, dus ik haal iets van het vuur af. Zo. Kijk aan. Eens even kijken. Die boter die kan nog wel iets warmer. Daar gaat hij. Daar gaan de uitjes bij. Zo. Die laten we even fruiten. En ik maak van de gelegenheid gebruik om de zoete aardappel even aan stukken te snijden. Zo, de midden. Eventjes nog roeren in mijn uitjes. Zorgen dat die niet te warm worden of aanbranden. Ik snijd dit in vrij grote stukken. En die kunnen gelijk de pan in. Maar ik haal nu wel even het vuur er helemaal vanaf. Grote stukken zoete aardappel. In één keer beide uien. En dat geheel meng ik even door elkaar en zet ik onder water. Daar gaat hij. En nu kan het vuur weer aan. Deksel erop. Dit moet even aan de kook raken. En van die gelegenheid maak ik gebruik om even de broccoli te snijden. Hoewel, die hoef ik helemaal niet te snijden. 5 minutes later. Dus even kijken hoe ver dat is. Die zoete aardappel kookt nog niet door, maar ruikt wel goed door de uitjes die erin zitten. Ik geef het nog heel even. Dan gooi ik de broccoli erbij. Eens even kijken. Bijna aan de kook. Dat betekent dat de broccoli erbij kan. Dat kan er eigenlijk gewoon zo in. Ik ga alleen kruintjes gebruiken, hoe dat ook heet. Dus de bovenkant. En de rest bewaar ik. Die ga ik later gebruiken voor een omeletje of iets anders. Misschien is het makkelijker om dat met een mesje te doen. Broccoli in de pan. Voilà. Dit laten we nog even lekker koken. Nogmaals, de stronkjes niet weggooien. Bewaren we om een omelet van te maken. En terwijl mijn broccoli staat te koken, snij ik alvast mijn rode ui. Ook die rode ui had ik over. Die kan hier doorheen. Bak ik mee met het hertenvlees zometeen. Hoeft niet, kan wel. Zo. Ui die gaat zometeen mee met de hertenbiefstuk. Maar nu eens even kijken hoe het gaat met mijn broccoli en mijn zoete aardappel. Beetje vuur van de pan. Is klaar, zowel de zoete aardappel en de broccoli zacht zijn. Dan moet ik er gewoon een vork makkelijk in kunnen prikken. Dan is het gebeurd en dan kan ik de zaak gaan stampen. Oké, dit heeft een minuut of 8 staan pruttelen. Ik ga weer eens even prikken, kijken hoe dat eruit ziet. Ja hoor, dit is goed zo. En ik ga dit afgieten
Ook niet iets waar ik erg handig in ben. Maar ik ga mijn best doen. Zo. Dat kan gelijk hier naartoe. Ik doe daar een klontje boter bij. Ongezouten roomboter. En wat ik misschien nog had moeten zeggen. De zoete aardappel. Die koken we gewoon met schil en al. We hoeven die aardappel niet te schillen. Die kan met schil en al gewoon in het water. Ik ga dit proberen tot een stamppot te verwerken. Dat was onmogelijk geweest als ik te kort mijn aardappels had gekookt. Om de broccoli hoeven we ons meestal geen zorgen te maken. Want die is sneller gaar dan de zoete aardappel. Ziet er goed uit. Dat betekent dat we de kruiden gaan toevoegen. Ik begin met peper. Nootmuskaat gaan we daar doorheen mengen. Zo. En wat komijn. Topje kapot. Ruikt goed, de komijn. Oregano. En wat peterselie. Zo. Dus even verder mengen. Ik ga dat ook even omroeren. Ik denk dat ik er nog een beetje peper doorheen wil doen. Allemaal natuurlijk naar eigen smaak toevoegen. Zo, dan gaat het vuur vast aan voor de biefstuk. Dit kan terug op de vuur. Vuur uit natuurlijk. Dat blijft wel even warm. En ik ga even mijn aandacht richten op de biefstuk. Boter in de pan. Ongezouten roomboter. Biefstukjes even aanbakken, twee kanten en dan pas de uitjes erin, anders wordt het lastig. Die boter, de belletjes moeten er even uit en dan moet die boter licht verkleuren. Dat is het moment dat mijn biefstukjes erin gaan. Die gaan even twee keer om dicht te schroeien. Dan ga ik ze met peper mengen en dan bakken we ze rustig door. De boter begint al licht te verkleuren. Maak wel eigenlijk dat die luchtbelletjes eruit verdwijnen. Boter nog iets meer verkleuren. Oh, dit ziet er goed uit. En dit is het moment dat mijn biefstukjes in de pan gaan. Had net nog iets heter gekund met boter, maar het is goed zo. Even laten schroeien. En de andere kant. Ruikt goed. En dit is het moment voor de peper. Misschien iets van het vuur af. Andere kant. Opnieuw peper. Zo. En dit is het moment dat ik mijn uitjes erbij kan doen. En dit laten we even rustig doorbakken. 2-3 minuten, dan is die medium, iets langer. Het is geen wetenschap. Gewoon een beetje oefenen. En dan lukt dat prima. Dat ziet er goed uit. Keer ze nog één keer om. Oh ja, ziet er goed uit. Bordjes opmaken. Vuur kan eronder vandaan. En dat betekent dat we er bijna zijn. Eén biefstukje. Twee biefstukjes. Wat uitjes overheen. Mjam, mjam. En de stamppot. Nog lekker warm. En ook de stamppot ruikt goed. En dit is een holbewoner maaltijd. Hertenbiefstuk. Rood uitje eroverheen. Zoete aardappel, broccoli en ui. Eet smakelijk.